Bij het openbaar lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden, kortweg Drechtwerk, werken ruim 1800 mensen in het kader van de sociale werkvoorziening. Al deze mensen hebben een of andere handicap. De ene lichamelijke, de andere een geestelijke of psychiatrische handicap. Bij Drechtwerk wordt door deze groep mensen professioneel werk verricht. Er worden niet alleen bonbons ingepakt. Er wordt ook gewerkt in de dienstverlening of industriële productie. Ieder werkt er op zijn of haar manier, in zijn eigen tempo, aan veelal hoogwaardige producten. In deze film volgen we 5 medewerkers tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Voor Kobi Reinhardt begint de dag al vroeg met een kopje thee. Met een personeelsbusje wordt ze straks thuis opgehaald. Laurens Zwager woont zelfstandig. Hij gaat met het openbaar vervoer richting Kamerling-Ondersweg. Goedemorgen. Nou, wij vroegen wat gedaan gisteravond. Ja. Hoe laat? 8:30. Nee. 8:30 stond ik in de douche, ja. En om 9:00 stond, ging ik in bed. Jongen. Ja, wel te vroeg in bed, hè? Ja. Moet ook. Ja. Als je wil leggen aan de band te slapen. Ja. Zo, uit en naar doen. Doe eens uit en naar. Ik kan alles naar doen, hè, Sophie? Hoi, goedemorgen. Hoe is het? Ja. Ben je gisteren geweest? Was je vrij of zo? Gisteren mee, hoor je? Ja. Nee. Of reed met iemand anders mee? Ik ben bloed door je prik. Oh? Oh ja, natuurlijk, dat zei je. Ik kwam op. Ja. Vandaag. Dat was spectaculair verleefd tijdens de prik of wat. Ja, zeer. Ja. Ah. Kan je handje vast willen houden. Fred Snel is werkzaam als magazijnmedewerker. Hij is vorkheftruckchauffeur en daardoor tref je Fred op alle afdelingen van Drechtwerk aan. Hij bevoorraadt de verschillende afdelingen met halfproducten en haalt de gereed gekomen producten ook weer op om ze via het magazijn verder af te voeren. Ramon, ja? Ook een paar blijven hier, hè? Sigaretten dadelijk doen. Niet allemaal naar Supertape. Ook een paar mensen gewoon hier blijven allemaal. Dus hé, we gaan hier gewoon een plekje zoeken, hè? Gewoon hier aan de band. Dat is wel mijn punt, hè? Jullie twee, hè? Sigaretten komen zo binnen, jongens. Henk Kardinaal heeft een leidinggevende functie. Op zijn verpakkingsafdeling werken tussen de 20 en 40 mensen. Op Henk's afdeling wordt vandaag een nieuwe productielijn opgestart. Dit brengt de nodige aanloopproblemen met zich mee. En Henk heeft het dan ook zeer druk om iedereen voor te doen hoe het werk gedaan moet worden. Kijk, zo doe ik het. Zo. En dan pak je de einde. Kijk, dat gaat heel makkelijk. Deze hoekje moet je pakken. Mooi, deze. Hier, dat gaat heel makkelijk. Je hebt geen nadel zeker. Huh? Kijk hier, pak je het puntje. Doortrekken, je vast, ga je andere hoekje pakken, zie je het? Een beetje punniken, tot hij klein beetje los is. Kijk, je hebt hem al. Zie je het? En dan gewoon doortrekken, kijk.
Zie je? Dat maakt niet uit. Nee, is niet, dat maakt niet uit. En gelijk in een bakje gooien. Hè? Hoeft niet. Dat duurt te lang. Kijk maar. Nee, dat duurt te lang. Hoeft niet. De doosje wordt toch vernietigd. Huh? Dus al in het hoekje. Jogo. Ja. Kobi werkt op een dependans van Drechtwerk aan de Vierlingstraat. Met 7 collega's werkt ze aan de zogenaamde slotenband. Hier worden uit tal van losse onderdelen complete sloten gemonteerd. Bedankt. Daar. Laurens neemt altijd bij tijds de bus, zodat er tijd overblijft om voor het werk nog even samen met collega's een kop koffie te drinken. Hetzelfde geldt ook voor Kobi, want zoals overal, voor de koffie niet zeuren. Hey, ook toevallig hè, dat het mijn zwaag was. Hè? Het is maar goed dat hij er was, op ja. De manier waar het was. Hè? Ja, mijn zwaag kwam mij. Ja, ben je kapper geweest? Nee. Ze is zo netjes. Gefeund. Maar dan heb je je sleutelman. Ja, dan moet ik ze allebei bij me hebben. Een fietssleutel van mijn kastje. Ja, maar als je fietssleutel kwijt bent. Ik heb een reserve sleutels. De... Je kwijt dan. Ik ben wel geestelijk goed vooruit gegaan. Wat met je te boog? Oh, lekker, lekker man. Nee, nee. Voor verpakkingsmedewerker Hans Wagenaar is er weer een drukke dag aangebroken. Stilzitten is er niet bij voor Hans. De hele dag rent hij van hot naar her. Zijn werkzaamheden zijn heel divers. Het ene moment zien we Hans bezig met vegen of verpakken. Even later reest hij in sneltreinvaart voorbij met een palletwagen. Michael, kom maar in mijn beetje. Tjoepje. Nee, ik heb ook een beetje met hem mee. Nee, nee, nee. Kom maar mee, mijn puppetje. Maar kom maar mee. Kom maar mee. Papa, moet je je doen voor jou? Michael. Kobi en haar collega's zitten inmiddels op hun plek. De band loopt en ieder weet wat hij moet doen. In een gestaag tempo worden per dag enkele honderden sloten geassembleerd. Sleutels zijn slecht.
wel. En dat op de morgen? Ik vind hem net 5 graden. Hallo, goedemorgen. Ook Laurens heeft zijn koffie op en begint samen met twee collega's aan de controle van de diverse producten. Als kwaliteitsuitvoerder haalt hij steekproefsgewijs een aantal producten bij de verschillende afdelingen op en controleert deze op het juiste gewicht, signaleert eventuele gebreken aan bijvoorbeeld de verpakking en adviseert collega's op de afdelingen, onder andere over de afstelling van machines. Netjes. Ja? Ja, 4,9 zelfs. 4,9. Dus hartstikke goed. Ja? Ja. 4,9. Zeg maar tegen Piet. 4,9. Ja. Voor sommige medewerkers bij Henk op de afdeling blijft het verwijderen van de douanezegels op de sigaretten een lastig karwei. Reden voor Henk om het heel geduldig nogmaals voor te doen en uit te leggen hoe je dit het snelst nou kunt doen. Kijk, dadelijk. Als je nou dit weghaalt, hè? Kijk, deze. Hier. Deze is al vast, deze hoek. Deze hoek niet. Kijk, hierop. Hierop. Hier? Heb je hem al? Ja. Slecht voor je longen. Ja, inderdaad. Alleen de zegeltjes eraf halen. Rook is toch slecht voor je, of niet? Nou dan. Probeer te stoppen. Probeer te stoppen, dan lukt je dat niet. En vandaag heb ik niet gehuild. Nee, maar je bent nog vroeg in de ochtend ook. Pas 8:30. Ik heb toch niks bij me. Maar je rookt altijd van een ander, hè, gehoord. Of niet? Ja, soms wel. Ja, soms wel, hè? Het is goedkoper, hè? Deze gewoon op de band zetten, ja. Dan pak je gelijk weer de volgende doos. Komen jullie laat? Ja. Goed, hè? Goed, hè? Ze bussen ze achter de rondlagen. We zijn valt begonnen, vind je niet erg, hè? Nee. We zijn valt begonnen. Ja, vind je erg. 9 uren. Nou, ik heb dus even gedacht dat we staan te wachten op de bus. Ga nou vroeger weg ook. Als komt de tijd niet uit. Komt even serieus? Ja. Nou, dan is even tot achter de blauwtrekken dus. Nou, ga maar jij werk doen. Pakken, het is goed. Goedemorgen. Kan ik niks doen uit de laat gekomen ben, hè? Ga niet zo gaan rennen. Dan blijf je met een sliederig. Nee, niet de die en die, die. Niet chagrijnig gaan doen. Gewoon normaal doen. Doe je al gek genoeg. Nou, het hebben. En dan denk ik. Kijk, hoe dom. Zit. Ja. Wat is het? En dan de been. Ja? Oké, dankjewel. Kom maar door.
Laurens zwerft de hele dag over de verschillende afdelingen, bezig met zijn kwaliteitscontroles. Al zijn bevindingen noteert hij op controlelijsten. Elk product dat Rechtwerk verlaat, voldoet zodoende aan allerlei door de fabrikant gestelde kwaliteitseisen. Nee. Wil je zo even een doos met mij op de kar zetten? Zijn jullie klaar? Marro. Zijn jullie klaar? Goedemorgen. Ga maar even vier. Dus. Lang. Oké, juppa. Ik ga over 5 jaar in de put. Ik ben nou 56. Ik ben 1 september 40 jaar in dienst geweest. En dat waren Ford Fears. En Kobe, die hebben Kobe hebben een toespraak gehouden. Ik heb voor, het was voorgezellig. Ik heb echt genoten. En mijn baas was ook Henkie. Daar heb ik voor om gelachen. We hebben echt een gezellige middag gehad. We begonnen om. Ik ben afgehaald met een busje aan Dagwerk. En om 3 uur was ik hier, toen op een vrijdagmiddag, 22 september. Het was voorgezellig. We hebben echt genoten. Allemaal. Mijn zus die was er. Mijn broer die was er. Ik heb 1 broer en 1 zus. En zelfs hebben we nog van naar feestjes zijn we uitwezen eten bij de Chinezen. Hier in Dordrecht, bij Pispijn. We hebben echt genoten. In de kantine komen in 2 groepen de medewerkers bij elkaar voor de koffiepauze. Henk organiseert jaarlijks een vakantie voor de medewerkers van zijn afdeling. Dat betekent dus tijdens de koffie vakantiefoto's bekijken. Hoi. Doe wat mee. Hè? Shaffi is gek van het imiteren van alles wat met auto's te maken heeft. Elk geluidje kan hij nadoen en het liefst zou hij natuurlijk zelf een auto willen besturen. Nou, ik kan het leuk. Ja, je wil ook je wilt, hè? Ja, maar lekker droog. Lekker droog. Wie wil er gewoon thee? Ik wil thee. Ik heb de koekje omheen genomen. Ja.
blijven. Zeker. Ik ook niet. Vanmiddag, hè? Bij Henk op de afdeling is men na de koffie alweer volop in de running. Alles wordt weer in dozen verpakt. Maar onder het werk is er natuurlijk altijd tijd voor een geintje. Baby-ori. Baby-ori. Pieter! Pieter-buren. Pieter-buren. Soms verkeerde ook tussen. Kijk maar, verkeerde gedrukt. Zie je dat? Ja. Allemaal. Nee.
weer. Ja? Ja, ik ben er nog. Ja, denk je wel, hè? Huh? Ja, ha, ik ben er toch nog. Als een spin in zijn web beweegt Fred zich door alle afdelingen van het drechtwerkcomplex. Kriskras haalt en brengt hij overal de verschillende materialen. Sorry dat er zo'n moeder in de hand op komt. Ja, doe jij dat even. Ga altijd mijn verhaal. Nee, zou jij het dan doen? Oh, loop ik in de weg? Oh, loop ik. Het inpakken van koekjes is van oudsher een activiteit die bij de sociale werkplaats uitgevoerd wordt. Ook vandaag de dag gebeurt dit nog steeds en zorgt ervoor dat veel medewerkers hiermee aan het werk zijn. Dagelijks heeft Henk een overleg met zijn chef en medeleidinggevende collega's. Allerlei praktische problemen komen hierbij aan de orde. Momenteel die furnace. Furnace, dat valt toch tegen. Ja, gisteren hadden we daar bekeken wat de norm zou moeten zijn. Ja, ik zat gisteren aan de 61 moet ik doen. 60, 61 per persoon per uur. Pakjes zijn het, hoor. Niet waar jij uitgerekend hebt. Het is toch folie afhalen van een doos, folie afhalen van het pakje. Sluitzegel, daar hebben ze moeite mee, want dan durven ze schijnbaar niet aan, want dan breekt het. Ja. Hij zat gisteren natuurlijk ook in de opstartfase. En dan zitten er ook minder mensen op natuurlijk, want die ben ook super tape aan doen. Hè? Ja. Maar gisteren heb je qua output natuurlijk meer kunnen maken, omdat je mensen van voedselpakketten die stil zaten, die hebben mee. Ik heb hiernaast ook gezegd, als jullie mensen over hebben, geen wachtuur schrijven, gewoon bij mij op de schet te zetten. Nou zitten er bij Gerrit Bak zit ook nog mensen stil. Kun je die er ook nog bij zetten anders? Natuurlijk. Hey, daar waren we. Hey, goedemorgen. Mooi. Ah, de koffie staat wel warm, zie ik. Lekker. Ik heb hem al ingeschonken voor je. Ah, fantastisch. Met melk. Fantastisch, met melk en suiker. Goed zo. En de bossenbol, waar is die? Die hebben laten vallen. Die gaat er weg. Ik ben net even met Henk over zijn productie, Arie. Het gaat over furnace. Dan zijn we de sluitzegels aan het verwijderen van pakjes sigaretten en die dan opplakken, zodat de accijns daar weer mee teruggewonnen kan worden. Henk zit nog in de opstartfase, dus dat is gewoon afwachten hoe dat eruit ziet. Maar Henk, het gaat toch eventjes over de norm. Gewoon over 60 pakjes per persoon per uur. Dus één per minuut. Ja, je hebt me gisteren al uitgerekend. Ja. Dan zat ik aan 43 per minuut. Dagelijks komen er tientallen vrachtwagens hun goederen laden en lossen bij drechtwerk. Dit gebeurt grotendeels per heftruck. Voor Fred is er dus weer volop werk aan de winkel.
Bon? Ja. Tussen alle werkzaamheden door wordt er natuurlijk altijd wel wat gedold. Is het niet bij Laurens in de hal, dan wel bij Kobi. Oh jee. En Hans? Die gaat onstuitbaar door. Onverstoorbaar gaat hij zijn eigen weg. Tussen de 1800 andere medewerkers weet hij perfect zijn weg te vinden. Als om 4:30 de toeter gaat, betekent dit uiteraard einde werktijd. Iedereen gaat na een dag van volwaardige arbeid weer richting huis. De een per groepsbus, de ander zelfstandig met de stadsbus of op de fiets.
Iedereen heeft zijn of haar bijdrage geleverd aan het arbeidsproces. Ieder op zijn niveau en in zijn eigen tempo. Morgen is er weer een dag.